Maar ik heb een dubbele opleiding in die zin. Ik heb ooit, net toen ik van de middelbare school kwam, heb ik op de universiteit een master in biologie gedaan. En dan heb ik pas een aantal jaren later een opleiding in de kunst gedaan in Antwerpen. Het eerste was in Brussel. Ik denk dat ik ongeveer 90% van mijn tentoonstellingen in het buitenland gedaan heb. En 10% in België. Ik ben vooral heel actief in Duitsland. In het Ruhrgebied en in Berlijn. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden en als kunstenaar om tentoon te stellen. En ook regelmatig in Nederland. Ik ben bijvoorbeeld in 2019 was ik uitgenodigd in een tentoonstelling hier vlakbij in het Rijksmuseum Twente. En vandaar ben ik hier terechtgekomen. Ik heb gestudeerd op de AKI in Enschede. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd. Ik ben opgegroeid in Halle, dat ligt vlakbij Doetinchem in de Achterhoek. En ik woon nu ongeveer 5 jaar in Enschede. Ik werk volledig digitaal. Ik modelleer 3D-beelden en ik modelleer ook de hele achtergrond en de lucht van mijn werk. En daar komt dan dit digitale beeld uit en dat laat ik vervolgens afdrukken. De papiersoort zoals ik het wil en dan laat ik vervolgens op aluminium plakken. En dan krijgt het dit werk. Ja, ik zit nu in het tweede jaar van de studie bouwkunde. Ik ben heel erg geïnteresseerd geraakt tijdens mijn studie aan de kunstacademie, ook in architectuur. Dus het leek me heel interessant om daar de technische kant ook van te leren kennen. Vandaar dat ik nu met bouwkunde bezig ben. Waar ligt dan uw toekomst? In de kunst of in de Ik hoop een combinatie van beide te kunnen doen. Ik vind het heel leuk om zowel het creatieve als het technische te kunnen doen. En misschien dat er een combinatie op gebied van architectuur mogelijk is. Je werk lijkt alsof een kind dat kan tekenen. Is natuurlijk niet zo. Nee. Wat een kind denk ik niet doet en wat ik wel doe, is dat ik een verhaal te vertellen heb in mijn werk. En als je goed kijkt naar mijn werk, dan kan je daar iets van meekrijgen of je kan je eigen verhaal daar aan toevoegen. En dat vind ik spannend in mijn tekenwerk. Ja. Ik denk dat wat fijn is voor de kunst, voor de kijkers als ze hier komen, is om gewoon de tijd te nemen en dichtbij te komen bij het werk. Ja, en goed te onderzoeken van wat is er te zien en waar doet me dat aan denken en wat roept dat bij mij op aan gevoel en aan verhaal. Want dat is wat ik graag over wil brengen. Wat ik onderzoek is hoe leven wij eigenlijk. Maar dat leven en hoe wij leven, dat wil ik graag onderzoeken. Ik heb geen bijzondere technische opleiding gedaan, maar de technieken die ik gebruik zijn ook niet zo geweldig ingewikkeld. Alleen is het zo dat ik het combineer met kunstwerken en dat is redelijk ongewoon. Maar ik vind het wel interessant om ook geluid en licht mee in een werk te brengen. Je krijgt beweging, je hebt veel meer zintuigen die aangesproken worden. En het kunstwerk wordt eigenlijk een soort van totaal belevenis in plaats van gewoon maar een plaatje aan de muur waar je naar kijkt.